Oké, welkom bij een nieuwe video. En ik had net van die shitkleren aan. En what the fuck was dat, man? We gaan vandaag bakken met jullie. We gaan een lekker drankje maken. Ik ben natuurlijk niet alleen. Het is een challenge met twee. En we zijn hier samen met... Yeah! Wij zijn de eerste die deze challenge hebben uitgevoerd. Gevonden, ja. Of gaan uitvoeren. De mensen doen de crazy cake, maar wij gaan... met een blender werken. Yeah! We gaan namelijk... We hebben allemaal ingrediënten hier klaarstaan. En 10 kaartjes met de naam van ingrediënten. En we gaan dus een quiz doen. En als ik een vraag stel aan hem en hij heeft het juist, moet ik erin trekken. En als hij het fout heeft, dan... Ja, dan wat dan? Als hij het fout heeft, moet ik erin trekken. En hier staan de ingrediënten. Dus we hebben mosterd, ketchup, chocolademelk, augurk, cocktail, yoghurt. Dan hebben we daar nog kaneel. Een knoflookpoeder, een ei en... bananen. Banaan, maar bij elk van de twee drankjes komt er sowieso 250 milliliter melk. Anders is natuurlijk echt fucking veel. Oké, we zetten de camera neer en we beginnen aan de video. Yeah, boy! Oké, eerste intro en daarna beginnen we eraan. Let's go! I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I can love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Yo! Oké, we gaan gaan beginnen. Dus, we gaan om de beurt een quizvraag stellen. Ja. Over onszelf. En dan, als het fout is, moet je trekken, hè? Oké, jij mag er aan beginnen. Oké, we gaan beginnen. Ik begin met de eerste quizvraag. Heeft hij het fout, moet hij een kaartje trekken. En andersom. Inderdaad. Oké, wat is mijn lievelingsdier? Een tijger, een leeuw of een kangoeroe? Een tijger. Correct. Moet ik nu een kaartje trekken? Ja, jij moet nu een kaartje trekken. Oog dicht, niet kijken, man. En wat is het? Kaneel, mensen. Kaneel. Ik weet niet of jullie kunnen zien, maar we liegen niet natuurlijk. Oké, die is die ga ik al bij mij zetten, want die moet ik sowieso in mijn shake doen. Die is van hem. Oh, daar stik je echt in. Maar waarschijnlijk is het beter als je dat door wat drinken mengt, want dan is het niet meer zo droog. Oké, de volgende vraag. Jens, okay, dan nu mag ik doen. Even nadenken. Huh? Wat... Wat is mijn lievelingshond buiten een golden retriever? Is dat een Rottweiler, een Labrador of een Border Collie? Wacht, hè. Welke twee honden waren jullie aan het twijfelen voor te kopen? Een golden retriever en welke nog? Vizsla. Ah, dat is niet zeker. Oké. Ik denk... Border Collie niet. Ik denk een... hoe noemt dat? Dat ene. Stel maar als Chicombekken. En hoe noemt dat hem? Die zwarte. Nee, zeg gewoon wat je dat net... Rottweiler. Nee, de andere. Labrador. Ja, denk die. Nee. Het is een Border Collie. Fuck yeah! Oké, nu moet ik er weer in trekken. Ketje. Een Border Collie is slimmer dan een Labrador. Mensen. Ik heb het fucking Die is hier. Dat wordt echt mottig, ja. Volgende vraag over Jilfje. Ja. Welk eten lust ik niet? Is dat... Macaroni. Macaroni met kaas. Met hesp. Allee, hoe noemt dat? Met tomatensaus. Of is dat spaghetti? Spaghetti. Fucking hell, Kat! Dat heb je al eens gezegd, hè? Dat wist ik al, hè? Oh. Je hebt chocomelk. Lekkere combi, by the way. Echt niet dus. Maar ik moet wel iets hebben, hè? Ik had het liefst nu wil ik yoghurt hebben. Ik heb echt al veel te veel, man. Want alleen melk vind ik... Nu mag jij weer een vraag stellen. Alleen melk vind ik niet lekker. Vraag maar iets. Jens, Ketje. Ik dacht een vraag te stellen over de judo, want dat heb ik al gezegd, dus ik ga slim zijn. Hè. Eens even denken. Oké, zeg maar, vraag maar iets. Wat vind ik een coole sport? Buiten judo, van? Ja. Badminton, volleybal of basket? Ik denk dat eerst ben niet, dat vind ik wel leuk. Basket. Maar dat kan niet, want ik heb al veel te veel producten. Maar ik haat basket. Kijk, ik liep het eruit en dan moet ik het juist hebben. Okay. Badminton. Oké, ik stel nog een vraag, oké? Ja, oké. Ik geef u nu een kans. Ja, welke band in judo wil ik het liefste hebben? Is dat groen-blauw? Is het oranje-groen? Of is het geel-oranje? Zeg, en groen komt er weer niet bij. Ik denk groen-blauw. Ja. Bitch! Die heb ik bijna... Nee, nog niet hoor.
Nog een half jaar. Oké, okay, Jens gaat nu eigenlijk een kaartje dat ik hoop fucking mosterd cat. Geen yoghurt, geen maling. Ik ga vis hebben. Cocktailsaus. Ja, yeah boy, cocktailsaus. Maar hij heeft er ook al vieze in, hoor. Hij heeft er al twee vieze. Hij heeft alleen chocomelk. Oké, nu heb ik een vraag stellen. Ik moet even denken wat fucking moeilijk is. Jongen, ik wil banaan en yoghurt, ja. En ik wil ook wel iets over sport vragen, maar... Dat weet hij misschien. Dus, oké, ik ga iets anders vragen. Dus, welke frisdrank vind ik het lekkerst? Is dat cola, Fanta, of is dat... hoe noemt dat nu weer? Ik weet het niet meer. Van die oranje sap zo. Multi. Ja, wat is lekker vind ik lekker? Multi. Fout, want dat is geen frisdrank. Het is Fanta. Als het een fruitsap was, vond ik dat lekker. Oké, okay, yoghurt. Geef yoghurt op. Banaan. Yoghurt. Nee. Jij, ik niet. Ah ja. Maar ik dacht... Hij gaat cocktail en yoghurt, mensen. Wat nice. Oké, okay, ik heb drie. Ja, dit past bij elkaar, maar dat is echt vies, milfjes. Milfjes. Oké, we gaan verder. Kaneel, dat hoort ook niet thuis in drinken, hè? Kaneel, dat hoort wel in, soms in zoetigheid, hè? Dus ja, nu dat jij. Ja, is speculaas. Ja, even denken, hè? Next. Welk pretpark vind ik het leukste buiten Europa Park? Oké, dit wordt moeilijk. Is dat Fantasialand? Oeh. Is dat de Efteling? Of is dat Moviepark? Oh fuck, ben je er al geweest of niet? Moviepark. Ik denk Fantasialand. Correct. Want je bent er al twee keer geweest of zo? Drie keer. Vier keer. Dus daarom mag Jens weer één trekken, want dat vind ik echt nice. Maar jongen, de kans is klein. De kans is klein dat ik banaan ga hebben nu, hè? Ik vind banaan wel lekker hoor. En doe dan een half of een heel banaan. Ik wil banaan hebben, dat is het enige dat in drinken past van. Niet kijken, Jens, ik ben beneden. Anders wil ik ketchup. We gaan zien. Zeker niet dat hier, dat is veel te druk. En ik pak deze. Augurk! Ja! Sappig! Oké, de volgende vraag is voor Hilf. Oh, even niet. Ja. Nu moet jij erin trekken. Nu moet jij... Ik ga vast mengelen en ik ga nu een vraag stellen. Ja, dan moet jij een vraag stellen. Oké. Hier gaan we. Fuck, ik weet niet. Oké, ik heb een goede vraag. Hoeveel... Even zelf tellen. Hoeveel nichten heb ik? Is dat 2, 3 of 4? Even tellen trouwens. 3. Fuck! Klopt. 2 rossen. Oh, niet. Even denken. Het recht terug. Niet banaan pakken, hè. Anders. Ketchup! Zo niet lekker, mensen. Maar toch, vind ik, mosterd wil ik niet, hè. Volgende vraag is voor Jens Put. En er zijn nog drie ingrediënten. Er is maar één lekker. Banaan, mosterd en knoflook. Mosterd en knoflook is fucking lies. Ik vind knoflookpoeier echt lekker. Bye, jongen, maar in drinken is dat veel te droog, ja. Hier gaan we dan Jens aan u een vraag stellen. En die geur. Ah, lekker. Dat ga ik straf ruiken, hè. Nou, als je het loodje trekken, wie eerst een cocktail mag maken of niet? Mag dan nou uit. Oké, maar niet uit. We doen het gewoon om. We gaan verder. Oké, even kijken. Welke vraag? In welke dierentuin staat er een grote speeltuin gethematiseerd van Jurassic Park? Is dat Paradisa? Is dat Blijdorp? Of is dat Gaia Park? Dat eerste is een... Dat is voor dieren, hè? Paradisa. Maar moet je een dierentuin hebben of niet? Het antwoord. Een dierentuin? Eén van de drie moet je kiezen waar zo'n speeltuin staat. Ik ben er ooit al eens geweest, denk ik, maar ik denk het tweede. Fout! Het is een Gaia Park. Ik hoop dat ik banaan heb. Ik heb geen zin in mossen. Maar hoeveel zit er nog in die handen? Banaan. Yeah, boy! Oh, nee. Dat zijn de bananasplit, bitch. Nu moet ik echt hopen dat ik de quiz win. Ja, want we moeten natuurlijk meer dan 4 slokken nemen. En we gaan verder met een vraag van mij. Ik heb alleen maar yoghurt al lekker is. Oké, ik kan u een vraag stellen. Ik ben geboren op vrijdag 13 december. Maar, welk tijdstip was dat? In de namiddag om 12 uur, om 4 uur of om 6 uur? Wat was de eerste? Het was om 2 uur, om 4 uur of om 6 uur in de namiddag. Alle drie in de namiddag? Ja. Tweede. Fuck. Ja, om 16 uur ben ik geboren op een ongeluksdag. Wat echt niet vaak voorkomt in december. Dus eigenlijk is het een geluksdag. We gaan ervoor.
En ja. Ik heb twee mosterd. Lekker man. Echt niet dus. Echt. En dan hebben we nog één over. Dat is die. En die vind ik ook wel lekker, by the way. Maar ja. Nu moet ik de quiz winnen, hè. Oké, jij gaat nu een vraag stellen. Let's do it, bitch. Oké. Welke auto wil ik later kopen? Een Mercedes, een Ford of een Peugeot? Wat zei het? Wat was het tweede? Een Porsche? Nee, Mercedes was het. Een Mercedes, een Peugeot. Een Mercedes. Of een Ford? Mercedes. Doe me na. Oké, die is van mij. Nice, dus ik heb ketchup, mosterd, kaneel, chocomelk, ei en banaan. Dat zijn dus 6 ingrediënten en je hebt er 4. Namelijk. Maar ik heb maar één lekker, hè? Knoflookpoeder heeft, hij heeft augurk. Hij heeft dit lekkere drankje en hij heeft ook nog cocktail. Dus wie gaat eerst beginnen met het maken in deze mooie blender? Maar godverdomme, hè? Ik ga sowieso wel één banaan pakken. Ik heb maar één lekkere. Oké, we zijn hier weer en we hebben dat van Jonas erin gedaan. Alles, hè. Nu moeten we alleen nog... Ik weet niet of jullie het goed zien, maar alles zit erin. Nu moeten we het alleen nog fucking aansluiten. Ja, ik... Oké, okay. Dan moet ik het doen, ja, oké. En op twee zetten en dan... Wacht, neem niet opdrukken, hè. Ja, mensen! Yeah! Wacht, hè. Maar dat jij gaat niet diep proberen. Je moet echt max. Hoe doe je dat? Want je gaat dus helemaal niet goed toe zitten, want z'n biet vliegt hier open. Max. Ik zet op max. Nee, niet helemaal op max. Hè. Kijk, z'n biet zijn we dood. Oh man, ik ben echt bang. Yes! Wat doe jij? Kom aan, zo gaan we nooit klaar aan geraken. Yeah boy! Het kan allemaal, iedereen hoort het. What the fuck? Oh man, ik riep het, okay. Ja, hey, dat stinkt, joh! Ik zie nog een banaan zwemmen, mensen! Oh, die banaan... Kan je de camera erbij lopen? Ja, hoor, ja. Oké, de banaan is klaar. Ja, zet maar af. Yeah, boy! Mensen hebben een tijd teruggepakt. Nu kunnen we het makkelijker doen, hoop ik, toch? Yes, ja. Fuck, ja. Yeah. Oh, let op. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Stop het! Oh, nou slaap mee. Onhandig! Nee, hè. Oké, zet dat glas maar even opzij, want ze biedt stoot. Kan je dat dan? Oké, dan heb ik een stukje zee, dus wil je niet wegknippen. Hè. Mensen, we hebben alles afgewassen. Mijn glas staat fucking hier. Ik kan het nu hier zetten. En nu gaan we Jens zijn dingen maken. We zitten er nog niet op, hè. Dat is rapper gedaan. Ja. Eerst natuurlijk de melk, 250 milliliter. En daar staat het. Ja, oké, stop maar. Mensen, ja. De fucking... Dat mag wel maar meer, hè. En veel, hè. Hier, ja. Doe er maar een beetje agurken in, ja. Kom, ja. Oh, ja, knoflookpoeier. Deze knoflookpoeier is heel lekker. Niet te veel. Ja, leeuwen. De agurken meer, ja. Hoeveel zit er wel in? Eén, ja. Meer, ja. Pap, ja. Nee, ook agurk. Geen sappen. Meer agurken, ja. Agurken. Doe er één in. Ja, goed, ja. De sap is op, jongen. Oh, moet er water in doen. Moet er daar water in. Oké, mensen, even kijken, hè. De melk zit er sowieso in. Dat is bij mij ook. Alles zit er in, mensen. Dus nu gaan we de waar is de cutter? De messen. Wat zijn de messen? Ja, hier. Om het nog beter te maken, gaan we de mes natuurlijk een beetje in. Oeh. Wacht. Dit hier is ook nog lekker. Nee, niet doen. Nee, nu is het nou wat erin. Dat is lekker, dat is nee, lekker. Nee, jongen, ik vind dat niet. Lol. Mensen, we gaan er weer voor. Pak de prijs er maar bij. De prijs. Zometeen gaan we allebei drinken. Mij zit er echt als chocomelk buiten. Van Jens niet. Dat van mij zit er yoghurt achter. Kijk, dus hier is het helemaal. Ik heb geen fuck idee. Zie je dat oranje? Dat is al die poeier, ja. Ja, en door de melk en de yoghurt. Zit het er goed op of niet? Oh nee, fuck. Zit er niet goed op, Jens? Ja, het zit er niet op, ja. Ja, nu wel. Maar nee, trek het niet los, hè. Het moet niet zo. Schijn, het moet zo. Heb je dat niet gehoord dat vastgeklikt is? Ja, nee, hier. Dat was niet vast bij u. Zie, nu is het vast. Ja, dus kunnen we wel van u zeggen, hè.
Kut mensen. We gaan juist weer aan smikkelen. Holy shit, ik kijk lang misschien wachten voordat dit klaar is. Hier hebben we weer een trekje. Oh jongen, het ruikt echt naar yoghurt, hè? Ja. Ik heb het er maar in, zal ik zeggen, Ben. Maar ik niet naar boven lopen met mij, zoals ik denk. Ja, ik. Naar boven of zoiets. Oh, het ruikt anders wel. Kom draai. Nee, het ruikt niet naar knoflook. Dat is wel fijn. Hoe deel je dat met? Zo. Ja. Yeah. Mensen, hier het glas. Het is wel fijn dat het niet naar knoflook ruikt. Maar wel naar yoghurt. Oké, stop. Ja, dat is goed. Nu hebben we niet gemorst. Maar we gaan nu even terug afwassen. En dan zien we jullie zometeen weer. Oké, mensen, let's go. Hier, het melk is echt vies. Er zit bijna beide melk in. En nog een ander melkproduct. Die van mij, die ruikt naar yoghurt en tegelijkertijd naar knoflook. We gaan zien wie het meest heeft gedronken. Let's fucking do this. Okay. Are you ready, bitch? 3. Okay. 2. 1. De banaan fixed it. It was at this moment that he knew. He fucked up. Lekker, man. Ja! Proef dan bij mij. Is lekker. Nee, die. Mijn proef naar banaan. Maar ook naar. De ei natuurlijk. Hè. Ik heb het. Oh, ruik ja. Oké, okay, hij heeft gewonnen, proficiat. Mensen, kijk, ik heb iets meer gedronken. Oh, we gaan dus van die bij laten kijken. Ja, wel de camera er even bij, ja? Dus. Ja! Oh! Kijk mensen, dus. Godverdomme! Oké, Jens, zijn drankje is vies, maar kijk eens het verschil. Oké, dit is Oreo Gurk, kijk, dit is mijn drankje, maar bij mij maakt de banaan het nog goed. Ook als je het fucking eind, dat van Jens is. Eigenlijk ben ik gewonnen, dus. Daarom, Jill of Wins. Wat vind je ervan? Ik ben alleszins super blij. Natuurlijk, ik had het meeste. Maar ja, dat wil niet zeggen dat het lekkerste is, hè? Of het vieste, hè? Nee, je had meer lekkere dingen dan ik, hè? Klopt, maar bij mij proef je keihard die kaneel. Als je het in je mond doet, dan proef je. Oh, kut, foute kant. Kaneel smaakt wel lekker. Nee, want je proeft die poeder echt keihard. En daarna proef je banaan. Maar het gaat, en ja, hij heeft ook heel veel van die knoflookpoeder. Hij heeft heel veel van die. Augurken saus. En hij heeft zelfs een ajuintje en een augurk. Oh man, mijn ja, ik riek het ook. Mijn naaien. We hebben allebei melk. Hij heeft iets van fruit en ik heb chocomelk erin. Dus. Ik moet fucking iets drinken. Ja, inderdaad. Maar ik ben bewijs dat ik heb gewonnen. Dat ei bij mij was echt vies. Maar, en dan is er nog één schilletje erbij. Jij zit meteen te drinken. Maar mensen, het is vakantie, dus we kunnen vaker afspreken. Ja. Dus daarom wil ik van jullie weten welke challenge we nog kunnen doen. Laat het weten in de reacties hier beneden. We zijn heel erg benieuwd. We gaan sowieso nog Minecraft opnemen vandaag, want we zijn bezig met een park. En ja, we kunnen nog andere dingen doen, maar jullie moeten laten weten wat. We hebben dit zelf uitgevonden, je noemt de vieze shake challenge hierbij. Nee, we noemen het de crazy milk challenge. Ja, want er zit al bij elke milk in, dus hierbij. Ja, zie je door mijn pet, mijn haar. Ik fucking king, bitches! Ja, hij heeft gewonnen. Dus nu juich maar. Ja! Yeah! En hierbij gaan we deze video afsluiten. Dus mensen, vond je deze video goed gevonden en vond je het een leuk filmpje? Like dan en we gaan al die bro wegsmijten. We zijn gesponsord door de winkel. Nee. We moeten zien wat we nog kunnen doen. Maar geef alles in zo'n blauw duimpje omhoog en abonneer beneden. En dan zeggen we... Later!